De ADO-vrouwen hebben een reputatie op te houden als het gaat om bekervoetbal. Tijdens de relaxte warming-up was er echter nog niks van spanning te merken. Het leek wel of de vrouwen uit de Heerenveen onder de indruk waren van de ADO-vrouwen met hun Haagse bluf. Want de Heerenveen leek niet het team dat zo'n indruk maakte tegen PSV. Als het met de rust 5-0 had gestaan, had niemand vreemd opgekeken. Terwijl de regen was losgebarsten op het veld, hadden de Haagse vrouwen zich goed opgewarmd en opgepept in de kleedkamer. Anna Sellies mocht na de rust nog even één minuut doorgaan met opwarmen en daarna viel ze in. Na zes minuten in de tweede helft konden de handen op elkaar voor een doelpunt van Eline Koster, die de bal heel langzaam over de achterlijn in een verre hoek liet verdwijnen. Dat de inbreng van Anne Sellies een goede zet was bleek zes minuten voor tijd toen zij ook de bal in de verre benedenhoek liet verdwijnen. Amber Verspagert was weer volkomen hersteld van haar knieblessure, Reden voor Rob Lankenstein om haar daar eens naar te vragen. Amber, allereerst uh, gefeliciteerd met de overwinning. Ik denk een dik verdiende overwinning. Uh, ja, ik denk gekeken naar de wedstrijd hebben we zeker wel een dik verdiende, dik verdiende overwinning binnengehaald. Uh, dat was ook wel het doel vooraf, dus uh, ja, we zijn hartstikke blij denk ik. Even naar je persoonlijke situatie. Je bent heel lang geblesseerd geweest. Wat had je precies? Uh, ik heb een voorste kruismond gescheurd. Seizoen, nou, eigenlijk het eerste seizoen. Dus mijn derde seizoen Ado. Het eerste seizoen scheurde ik hem af. Uh, ja, vorig seizoen heb ik mijn rentree gemaakt in het belofte elftal. En uh, toen kwam corona helaas. En uh, ja, nu ben ik weer lekker aan het voetballen bij, uh, bij het eerste. Hoe moeilijk was het voor jou om met zo'n blessure om te gaan? Daar staat toch? Meestal een maand of acht, negen voor. Ja, ja ik heb er in totaal 8,5 maand na mijn operatie uh, stond ik weer uh, mijn eerste minuten te maken. Dus wat dat betreft was ik wel heel erg tevreden. Uh, en ik denk dat ik sowieso uh, wat dat betreft niks te klagen heb gehad over mijn revalidatie. Want het is eigenlijk iedere week. Beter gaan. Ik maakte alleen maar stappen en uh, ja, ik denk dat ik nu uh, sterker ben dan ooit. Ook veel in het krachtvonk gezeten? Ja, alleen maar. Alleen maar als die meiden op het veld waren, zat ik in de gym. Dus uh, ja. Even naar je prestatie vanavond. Je hebt al 90 minuten tegen Excelsior Rotterdam hier uh, in het uh, Cargene Stadion afgewerkt vanavond weer 90 minuten. Ja. Merk je ook aan jezelf dat je sterker wordt. Ja, zeker. Ik merk sowieso dat ik aan het begin van het seizoen al ja, sterk was. Uh, ik heb in de voorbereiding weer op moeten bouwen, mijn minuten op moeten bouwen. Uh, en nu heb ik dan weer uh, de 90 minuten. De derde keer 90 minuten gespeeld. In de voorbereiding ook al een keer. Dus ja, ik merk dat ik eigenlijk maar steeds fitter word. En, uh, ja. In het centrum van de verdediging, dat is ook echt jouw plek? Ja, dat is echt mijn plek. Ja, daar sta ik echt het liefst. Even naar de wedstrijd van vanavond. Ik denk Behoudens dan het eerste kwartier waar Herenveen qua balbezit meer zeg maar de bal rond speelt als, als jullie, ja. hebben jullie weinig te duchten gehad qua kansen van ja. de, de kant van Herenveen. Ja, ik denk dat we goed uh, uh, compact stonden. Ze hadden wel meer de bal, maar. Ja, zodra wij het, gewoon het centrum dicht houden, dan creëren zij weinig kansen. Ik denk dat ze één schot naar nou, eens op goal hebben gehad de eerste helft. Yes. Uh, en wij hebben wel wat kansjes gehad. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel laat zien dat wij gewoon een hele sterke ploeg zijn. Uh, en zodra we gewoon compact bij elkaar blijven en druk op de bal houden, dat we gewoon uh, goede kansen kunnen creëren. Ook tegen Excelsior Rotterdam hebben jullie zat kansen gecreëerd. Ook vanavond weer. Is dat het enige waar het nog aan ontbreekt? Zeg maar doeltreffend zijn ja. in een bepaalde situatie? Ja, ja, zoals het de afgelopen twee wedstrijden naar uitzag is dat eigenlijk het enige wat ontbreekt. Tegen Excelsior ook kregen we de ene de andere kans en uh, scoor je er uiteindelijk maar eentje. Nu gaan er twee in. Uh, dus ik hoop dat er de volgende keer drie in, vier in, vijf in gaan. Dan uh, zal het mooi opbouwen. Maar dat is wel iets waar, uh, waar we aan moeten werken, ja. Als nou, je Heerenveen de militair gesproken, ook een ploeg die een beetje rond... De... Vierde, vijfde plaats voetbal, Zie je ook hun straks in die competitie als concurrent op die plek? Ja, zeker, zeker. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke wedstrijd voor ons was. Gewoon uh, als soort generale repetitie voor uh, volgende week, voor de competitiewedstrijd. Uh, en ik denk dat we hebben laten zien dat er hier in Ado uh, Den Haag niks te halen valt. En dat volgende week hetzelfde zal zijn. Nou, was dit een wedstrijd voor de Eredivisie Cup? Ik heb het een beetje geprobeerd te begrijpen, want het is een beetje ingewikkeld, ja. moet, moet ik zeggen. <laughs> Welke waarde hechten jullie als team aan die Eredivisie Cup? Ja, elke wedstrijd wil je natuurlijk winnen. Dus als het Eredivisie Cup is, is het vriendschappelijk, is het voor de competitie. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Uh, en er valt gewoon een prijs te halen bij de Eredivisie Cup natuurlijk. Dus uh, ja, nee, we willen gewoon hartstikke graag die wedstrijden winnen. dat hebben we vandaag gelukkig gedaan. Je haalde net zelf al aan, volgende week voor de competitie. Dat is normaal gesproken meer waard als, als, de, als de beker. Zien jullie dat ook zo? Uh, nou, we zien wel dat de volgende week ook een hele belangrijke wedstrijd was. Maar we wilden vandaag gewoon ook goed presteren zodat zij ook het gevoel hebben: van, er valt ook echt niks te halen in de Haag. En uh, ja, dat is het signaal wat we volgende week ook weer af willen geven. Afrondend, wat is jouw persoonlijke doel voor dit seizoen? Uh, zorg dat ik die 90 minuten elke wedstrijd uh, mag blijven maken en uh, ja, dat is de, de, de bedoeling is dat ik het zelf afdwing. Uh, ik sta met heel veel plezier op het veld, trainingen, wedstrijden. Ik geniet gewoon weer van elke minuut dat ik op het veld mag staan. Uh, en ik denk dat me dat heel erg heeft geholpen nu uh, om weer uh, helemaal fit terug te komen. Nog een nabrander van mij, Serena Wiegman, de pondscrooge, staat ook op de tribune. Doet je dat nog wat? Of? Ja, het is altijd leuk als ze komt kijken natuurlijk. Ja. Het uh, is natuurlijk wel uh, ja, super als dat ze komt kijken. En, uh, ja, maar het, ik ben nu gewoon vooral gefocust op uh, dat nee. ik weer lekker kan spelen. En uh, dat ik hier lekker mijn minuten mag maken. En uh, dat is voor mij het belangrijkste. Oké, okay, succes. Dank je wel.